Woensdag 5 mei bracht Dubravka Svitsa een bezoek aan het Vlaams parlement. Ze werd ontvangen door parlementsvoorzitter Lisbeth Homans. Aanleiding van het bezoek is de Dag van Europa op 9 mei. Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het Vlaams parlement rond deze datum een prominent Europees figuur uit. Volgens Homans is Svitsa de ideale gast voor het jaar 2021. Svitsa is als vicevoorzitter van de Europese Commissie ook bevoegd voor democratie en demografie. Dit jaar viert het Vlaams parlement 50 jaar democratie in Vlaanderen naar aanleiding van zijn 50-jarig bestaan. And all male, unfortunately, but we have very strong female president, so we are very confident. All male, yeah. No, no panel, no women. What's going on? Normally, there's one, but she was pregnant, and she has a baby man now. And your journalist started asking me about gender equality. Where is she now? In maternity leave. Ah, okay. She just had a little baby, so. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Na een korte ontmoeting met een delegatie van het uitgebreid bureau nam Svitsa het woord in het Vlaams parlement. In haar toespraak gaf ze meer uitleg bij de conferentie over de toekomst van Europa. De Europese Unie lanceert bij deze conferentie een nieuw digitaal platform. Europeanen kunnen hierop online gedachten wisselen over de uitdagingen van Europa en concrete voorstellen op de agenda zetten. De vicevoorzitter had het in het Vlaams parlement ook over de rol die het Vlaams parlement kan spelen bij dit nieuwe platform. Na de toespraak konden Vlaamse volksvertegenwoordigers in debat treden met de gastspreker. Thank you once again. Genodigden die een officieel bezoek brengen aan het Vlaams parlement worden uitgenodigd om het Gulden Boek te ondertekenen. Mevrouw Svitsa uit daarmee haar waardering voor het Vlaams parlement en zijn voorzitter.